Oh. Ja, volgens mij kan hij wel kapot. Hey, hallo allemaal, welkom bij de nieuwe aflevering van Mortus Speelt Subnautica. Vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we weer tegenaan. En ik wil je even dit laten zien. Kijk, ik heb hier mijn kisten zo neergezet. Oh man, kijk nou hoeveel ruimte er is. Ik denk dat het wel chill is, want de kisten stonden een beetje voor deze muur. En daar wil ik straks gaan uitbouwen. Straks, ja, op termijn, een keer, misschien. Dus ja, dat moest even aan de kant. En dan denk ik uiteindelijk dat ik ook die fabricator, die ga ik dan, die kun je gewoon, ik zal het even laten zien hoe ik dat voor ogen heb. Die kan ik dan gewoon zo in de gang bouwen. Ja, zo. En dan staat hij nergens in de weg. Want in de gang heb ik niet echt zin om spullen in te doen. Weet je, misschien zou dit veel beter een wall lock kunnen zijn. Zo, zeg maar. Dat neemt iets minder ruimte in. Dan zou ik er twee kunnen hebben. I don't know. Misschien. Anyway, ik heb dus echt weer huge veel ruimte in mijn kast. Hè. Dat is echt heel prettig. Wat ik vandaag wil bouwen is, ik zal het laten zien. Oh nee, wacht, dat staat hier. Een scanner room. En voor die scanner room, deze, hebben we enameled glass nodig. En dat enameled glass, dat bouw je als een resource. En daarvoor heb je stalker tooth nodig. Zie je die? En daarvoor moeten we dus naar stalkers toe. En het is vet donker, maar dat geeft niet echt. Welcome aboard, Captain. Dankjewel. Dus daarvoor moeten we naar de Kelp Forest, want daar zijn stalkers. Nou heb ik in het, ik dacht in het noorden van ons, nee, een beetje noordoost. Zit een Kelp Forest en daar zijn nog wel eens meerdere stalkers dicht bij elkaar. Dus ik denk dat dat een goede plek is om om stalker tooth te gaan regelen. Dus daar wil ik even naartoe. En ja, die scanner rooms zouden dus echt awesome moeten zijn, want die gaan je vertellen wat voor resources er in de buurt zijn. En dan hoef je dus niet heel erg heftig rond te varen. Oh, en hier zie ik ook al, oh, zit hier echt heel veel van die peeperfish hier. Kijk dan. Ik zou eventjes zo. Hier hebben we het eerste puzzelstukje voor vandaag. Een stukje metal salvage. En ik ga tegelijkertijd ook eventjes die peepers ophalen. Want als je de pagina leest van die stalkers, dan staat er dat ze, oh, hier is het Kelp Forest al. Dan staat er dat ze heel graag van die peepers eten. En het schijnt ook dat je ze kan temmen. Dus misschien moeten we dat even een poging geven vandaag. Kom hier. Nou, het wordt al een beetje ochtend. Dus het is nu nog een beetje donker, maar maak je geen zorgen. Ik vind het best wel makkelijk. Sommige dingen zijn s'nachts echt wel makkelijk om te doen. Zoals bijvoorbeeld die visjes vangen. Dat kun je ze namelijk heel goed zien. Bladderfish zeg ik nog steeds geen nee tegen. Ondanks dat de water purification echt vet goed werkt. Ja, dit is wel prima. Hoeveel hebben we er? 5. Oké, kijken. Of dat genoeg is. Nu is het wat. Oh, kijk, hier zitten nog heel veel. Dan, in dat geval wil ik nog deze peeperfish ook wel even opvangen. Ik kan nog steeds niet hoe je dat uitspreekt. Ik houd gewoon op pieper. Ik vind dat wel een goede naam. Waarvan zou die naam vandaan komen? Misschien omdat ze zijn. Ik weet überhaupt niet wat dat betekent. Misschien to peep is Engels om te spieken of zo, toch? Maar dat schrijf je met IE. Nee, dus dat kan niet. Dat zal het niet zijn. Omdat ze een heel groot oog hebben, dat is misschien een beetje lopen. Dat ze daar goed mee kunnen spieken of zo. I don't know, man. Oké, laten we doorgaan. Naar de Kelp Forest. Hier begint het al. Radiation detected. Oh, wow, ik ben best wel hard aan het doodgaan eigenlijk. Dit is een probleem. Oké, ik ben uit de danger zone. Poeh, jij zou het waarschijnlijk wel aankomen, maar ik niet. Snel maar een first aid kit. Gelukkig heb ik hier een radiation helm bij me. Dan zou ik. Ho. Ik had mijn radiation helm bij me. Oeps. Oh, nog een stuk metal salvage. Sweet. laat ik hem even op. Ah, ik heb hem opgedaan. Goed, goed. Zo, wat een geblunder. Is het nou klaar? Is het nou klaar? Nu is het wel echt dag. We beginnen al een beetje te zien. Dat is wel handig als we die stalkers gaan zoeken. Maar meestal zijn ze best wel makkelijk te vinden. Omdat ze zo groot zijn. Oh, hier is al eentje. 3 zelfs. Aha. Oké, laten we even kijken wat er gebeurt als we gewoon het metal salvage hier neerleggen.
En volgens mij, kijk, wat het namelijk is, is dat die stalkers, die leren op een gegeven moment af dat jij eten bent. Als je ze een paar... Oh, ik heb mijn mes niet bij me. Dat is wel een beetje dom. Oh, kijk, er is het al. Kijk, hij heeft al zo'n ding te pakken. Yep, doe je ding, man. En nou zouden hierdoor, zouden er tanden af moeten komen. Ja, ja, daar is er een, daar is er een. Oh, kwam je nou achter mij aan? Niet doen, niet doen. Hij wil spelen. Oh, nee, 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 nee. Ga maar, ja, precies. Doe dat maar. Wacht, zal ik deze even op mijn hotbar zetten? Misschien helpt dit wel. Ik heb wel echt een... volgens mij heb ik maar één tand nodig. Dus we zijn er al. Maar ik denk, ja, als ik dan toch hier helemaal naartoe ben gegaan... Dan kan ik net zo eventjes, nog goed er eventjes voor gaan. En wat meerdere tanden halen, toch? Ik bedoel, hé. Hey. Oh, daar ligt er eentje. Tenminste, zag ik het goed? Ja, nice. Oké, dus we hebben er al twee. Dit gaat best wel prima. Ik dacht dat het echt veel lastiger zou zijn. Oh, hey, wees spelen. Misschien kan ik hem nu een vis geven. Oh, oké, dat is ook belangrijk. Een alternatief zou zijn om volgens mij... om de sea moth die we bij ons hebben... om die dicht bij die stalkers te zetten. En dan gaan ze daarin bijten. Maar ik probeer ook een beetje zuinig te zijn erop. Dus ja... Dat doe ik liever niet. Dat metal salvage, dat werkt prima. Hé, hey, een ei. Maar daar heb ik geen echte ruimte voor. Ik heb het gevoel dat ze ondertussen wel weer een tand moeten hebben laten vallen. Nee. Ik denk wel dat het heel moeilijk is om te zien of er hier tanden zijn gevallen. Is dat het geluidje van een... Nee, dat is als hij hem loslaat. Helaas, helaas. Oh, daar is er een. Yes! Sweet, thanks guys. Oké, we hebben er nu drie. Ik ga er nog een paar farmen, want dan hoeven we dat voorlopig niet meer te doen. Ik wil waarschijnlijk ook echt wel best wel een paar van die scannerrooms bouwen. Ook al hebben ze echt een... volgens mij gaan ze echt in een straal van 500 meter werken. Dus dat is best wel ver, want volgens mij is het verste wat we ooit geweest zijn van de basis echt... net een kilometer of zo, ongeveer. Dus ja, als we iets van drie scannerrooms hebben, dan hebben we echt al heel veel gescand. Veel meer dan dat we ooit geweest zijn, dan waar we ooit geweest zijn. Hé, hey, waar zijn die stalkers nou? Ben ik ze echt gewoon in één keer... Ja, hier. Oh, er ligt er weer één. Relaxed. Dus zoveel heb ik er nou ook weer niet nodig. Maar wel echt een paar. En waarschijnlijk hebben we nog wel van meer dingen nodig. No! Is mijn batterij nu net op? Oh, en ik heb ook geen extra... medkit bij me. Oh, wacht, dat is niet waar. Ik heb me goed voorbereid. Jawel. Ik zal het laten zien. Misschien heb ik ook wel een extra mes bij me, eigenlijk. Nee. Oké, maar ik heb wel een extra medkit bij me. Ik heb het nog niet nodig. Wat is die staaf die achter op dit ding zit? Geen idee wat dat is. Oké, laat ik eventjes wat spullen wegleggen die we niet nodig hebben, zoals deze. Ik heb nog geen idee hoe je ze moet temmen eigenlijk. Kunnen gewoon die... Kun je ze gewoon zo vis geven? Dat is een klein beetje gevaarlijk, want ik heb niet zoveel HP meer. Hier, neem dit maar. Ah, ik weet niet, het is ook niet echt heel erg hard nodig om ze tand te krijgen. Omdat ze me toch niet echt zoveel aanvallen. Dus ja, laten we... Dat is eigenlijk al prima. Maar dat is dus hoe je stalker dudes krijgt. Nice. Ik farm er nog een paar. Ik zie zo meteen weer in de basis. En dan kunnen we lekker bouwen. Alright. Laten we de scan room bouwen. Zoals je ziet. Ik heb een multipurpose room bijgebouwd. Wat zonnepanelen. Ik heb hier verder niks in zitten hoor. Ik dacht gewoon. Ik heb alvast die ruimte nodig. En wat foundations. Die scan room is een raar ding. Je kan hem niet zo bouwen op een foundation. Ik heb nog niet uitgevonden hoe in ieder geval. Maar je kan hem wel... Als je een beetje mazzel hebt. Ja. Oh, dat was wat ik wilde. Misschien zag je het. Ja. Oeh. Dit hebben. Het is zo weird. Waarom doe je dit op deze manier het wel? Oh, wacht. Dat gaat een probleem zijn met de kisten. Oké. Misschien moet ik hem dan ergens anders bouwen.
Ja. Kijk, dat is wel het mooie van dit spel. Je kan gewoon gratis al die spullen weer terug claimen. Dat is echt relaxed. Misschien past die wel hier aan. Ik dacht, ik heb de plek gevonden, maar ik had er niet zo lang bij stilgestaan. Please, pas hier aan. Nou, ik kan wel daar in de verte. Maar dit bouwen van die scanner room werkt nog niet echt zo soepel. Dat is wel weer een beetje jammer. Oh ja. Ja, ja, dat is wat ik wil. Nice. Er staat alleen de batterijoplader in de weg. Dat geeft niet. Oké, laten we weer de basis binnen gaan. En dan kunnen we zien wat het geworden is. Dan, 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 dan. Ja, oh, hier zat gewoon. Oh, past allemaal precies. Oh, dit is alleen zout, dat hoef ik niet. Awesome. Oké. Generic egg. Generic egg. Salt deposit. Wacht, ik wil even wegdoen. Waar zijn we naar op zoek? Quartz. Klik. Scanning. Zom, zom, zom. Of zo. Ik weet niet, doet hij het nou goed? Dit is waar wij wonen waarschijnlijk. Die groene bolletjes. Hij is aan het scannen. Oké, wat is hier? Scanner room upgrades. Oh ja, die lifepod moeten we nog naartoe. Nou, het is nog niet helemaal af. Hier zit de mist een paneeltje op. Het is gewoon doorzichtig. Een soort van... Moet je kijken hoe cool het eruit ziet. Oké, dus hij is aan het scannen naar quartz. Control de camera. Oh. Het voelt alsof deze camera echt heel erg snel kan. Oh kijk, er zijn helemaal strepen van hoe snel deze camera al niet gaat. En dat is wel echt super cool. Kan deze camera ook dood? Dat is het eerste, hè? Hé, hey, nieuw speelgoed. Maar kan het ook kapot? Ja, laten we dat proberen. Want bijvoorbeeld, er zat hier laatst een grot. Oh, daar is een stalker. Hier, piranha. Of piranha is het anders. Oh. Ja, volgens mij kan hij wel kapot. Over stalker dude gesproken. Zo zien ze er dus uit. Oh. Ja, oh ja, oh, en je ziet ook onderin hoeveel energy en hoeveel levens die nog heeft. Kennelijk is het geen schade. Oké, gaat hij hiervan kapot? Nee, want hier ga ik dus... Oh, we worden weer opgepakt, jongens, door een stalker. Wauw, dit is wel echt heel cool dat je gewoon zo opgepakt wordt. Oké, ja, dit is wel echt waanzinnig. Kan je ook het licht aan uitdoen? Nee. Kan je nog andere trucjes... Oh. Oh. Er zijn gewoon meerdere camera's. Oh, maar betekent dat ook dat ik... Wacht, oké. Okay. Deze camera blijft even hier. En dan scroll ik omlaag. Ja. En daar zit ik op camera 1. Aha. En dan ga ik nu terug naar de basis. Kan ik ook de... Kan ik dan zo meteen naar mezelf kijken? Wacht. Oh nee, dat kan... dat kan niet. Want de camera kan niet naar binnen. En wij moeten per se binnen zijn om de camera te gebruiken. Oh, hier. Ja, hier kan je de camera zien. Vet cool. Zo zien ze dus uit. Zo'n huge oog met vinnen. Oh, maar dat is wel echt heel cool. Dan kunnen we ook echt heel goed naar bepaalde dieptes toe. Laten we dat gewoon gelijk doen. Dat is awesome. Laten we gewoon bijvoorbeeld gaan naar... waar de... Hey, Serenia. Serenia geeft me tips over scannen. Oh, we kunnen bijvoorbeeld hierin. Misschien gaat die hier wel kapot van. Maar we hebben er toch nog meerdere. Oké. Oh, ik word een beetje meegenomen door de... Oh, oké, er zit alleen dit. Stukken steen. En lava. Oh, wat ligt er onder in de lava? Het lijkt wel alsof er iets ligt. Allemaal dode garyfish. die zijn allemaal gefrituurd. Zal ik hier honger krijg? Heel erg veel honger krijg. Right, dus we kunnen nu bijvoorbeeld naar dat, die ene plek waar we vorige keer aangevallen werden door die sidderaal. Dat is wel cool. Even kijken. Waarschijnlijk gaan deze beesten ons ook eten, die sand sharks. En de beacons. Oh, die B4 beacon lijkt een beetje kapot. En kennelijk hebben we wat HP verloren door in het lava te zwemmen. Oké. Maar dit is relaxed, man. Ik kan gewoon echt eindeloos verkennen zonder dat je adem hoeft te halen.
Dat is wel het grote voorbeeld van camera drones. En ze hebben echt vet veel stroom voor mijn gevoel. Do a barrel roll. Ja, hier waren we de vorige keer gebleven. Alleen je kan niet echt goed zien, bijvoorbeeld als je een research fragment zou tegenkomen, dan zie je alleen zo'n koelkastje en niet wat het dan voor research is waarschijnlijk. Of misschien wel, misschien vertelt hij het je toch wel. Zou je die camera's ook opdracht kunnen geven om naar huis te komen of... Of gaat dat niet gebeuren? Ik ben wel een beetje gedisoriënteerd aan het raken eigenlijk. Oké, dus hier zijn die sidderalen. Kijken of ze thuis zijn. Hallo. Ah! Dat kostte me 1% leven. Oké, kennelijk is de fauna niet het gevaarlijkste voor deze drones. Ik merk wel dat het... Volgens mij wordt het signaal minder omdat ik verder weg ben van mijn huis. Van de basis, van de scanner room. Ja, want dit is volgens mij bijna 300 meter diepte waar we nu zitten. En dan konden we vorige keer niet dieper, omdat de Seamoth niet zo diep kan. Kijk, hier bijvoorbeeld gaat hij niet stellen. Dit is van de Cyclops engine. Gelukkig weet ik het nu, maar... Oké. Right, ik denk dat ik eventjes kijk of er nog iets achter deze cave komt. En anders dan kom ik hem weer naar huis met dit ding. Right, de drone is thuis. Kan ik hem dan docken of zo? Kan ik dan zeggen zo van, oh ja, ga maar opladen en beter worden? Of, komen ze hier vandaan? Blank. En nu is hij opgeladen, krijgt hij ook health erbij. Daar lijkt het niet op. Oké, camera 2. Ik ga jou ook docken. Yep. Kamer 1, kamer 2. Oké, prima. Escape. Oké, dus dat doen de camera's. Oké. Dus dit is gewoon een plaatje. Je kan niet de camera instellen. Dit is nog steeds aan het scannen op Quartz. Dat is al een poosje bezig nu. Waarom schiet dat niet op? Oké, kan ik hier iets mee? Nee, dit is gewoon... Misschien wel. Dit is gewoon zoals de omgeving eruit ziet. Kun je niet echt veel mee. En upgrades. Kan ik ook eens bouwen? Even kijken. Dat is interessant. Een chip voor in mijn. Noem je dat? In mijn helm. Zodat ik kan zien wat de scanner room data is. Dat is interessant, dat wil ik wel. Camera drones kosten kennelijk wat spullen, niet zoveel. De range kun je upgraden en de speed kun je upgraden. Ik wil eigenlijk al die dingen wel. En je kan 4 upgrades hebben. Oké, dus dan wil ik gewoon 1 keer de room chip en dan 3 keer de speed. Want ik wil gewoon zo snel mogelijk weten wat er in de buurt is. Dat is het makkelijkst om er naartoe te gaan. Zal ik dat even bouwen? Kijken wat dat doet. Alright, ik heb de boel gecraft. Ik geloof trouwens dat deze groene bolletjes kwartsnodes zijn die in de buurt zijn. Maar goed, we gaan het even zien. Allereerst de speed upgrades. Gaat hij nu meer groene bolletjes vinden? Ik weet het niet. Gaan we kijken hoe dat zit. En dan die upgrade voor mijn helm. Oh, dat moet natuurlijk gewoon in mijn helm. In plaats van die dan? Hier? Ja. Oké. ik voel nog niks. Betekent dat we nog een upgrade hierin kunnen zetten. Dus misschien... ik weet niet wat we dan gaan doen. Misschien nog een speed upgrade of een range. Ik denk nog een speed upgrade. Maar betekent dit dat als ik naar buiten ga, dat hij dan laat zien van, hey, hier is quartz. Dat zou echt chill zijn. Dat gaan we eens even proberen. Even kijken hoe dat zit. Ik zie nog niks. Misschien moeten we het wat tijd geven, maar... Hier, streams data. Ja, misschien duurt het gewoon eventjes een poosje voordat dit allemaal scanned is.
weet. Geen idee. Oh, wat kan ik hier doen? Pick up the camera drone. Oh, dat hoef ik niet, man. Ik kan die camera drones oppakken. Wat is dit? Scanner. Alles. Oh, er zitten twee camera drones gewoon bij als je hem koopt. Oké, prima, prima. Ja, dus dan laten we dat nog eventjes een ding doen. Laten we nog eventjes wachten totdat er scanresultaten binnenkomen. Dat is wel interessant. Ik hoop echt dat die met wat terugkomt. Dat het gaat echt wel chill zijn. Als ik hem nou stop met scannen, gaat het dan fout? We gaan het gewoon even proberen. Stop. Kun je ook... Generic egg, metal salvage, fragment. Fragment! Dat is research. Dat wil ik hebben. Dat wil ik op scannen. Veel beter dan crystal. Ook al quartz. Quartz kan ik ook wel gebruiken, maar... Nee, hij heeft nu niet iets anders aangegeven. Oh, die groene bolletjes zijn waarschijnlijk de camera's. Ja, ja. Maar moet ik dan met een camera er langs vliegen om het te krijgen? Ik weet niet, dat ga ik eventjes proberen. Geen idee. Wat ik wel achterkwam is dat als je met een camera verder dan 500 meter weggaat van dat ding, dan wordt het beeld zwart. Zeg maar een beetje alsof je zelf bewusteloos raakt. Omdat je geen adem gaat. Zoiets, maar... Ja, dus we gaan hier nog een beetje mee experimenteren. Wauw, dat ding ziet er echt super vet uit. Anyway, dat gaat doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Als je nou een leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. Geef me je tips in de comments en ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!